Ja, dat sowieso. Hier! Ik ga nu een dubbele backflip doen. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En om deze video eventjes te beginnen, de beste wensen voor 2021. 2020 was echt een verschrikkelijk jaar voor de meesten. Voor mij ook wel, er zijn veel dingen gebeurd. En gewoon sowieso corona, kap ermee, weet je. Kom op! Ik heb er geen zin meer in. Maar goed, ik ga vandaag vloggen, want ik ga samen met deze gozerd. Deze. En met Rutger en met Gio, die komt er ook heen, gaan we naar Breda. En dan gaan we trucjes doen. We gaan weer trampoline springen na een hele lange tijd. Samen met Rutger, zei ik dus al. En we gaan voor Rutger een video opnemen. En dus voor mij, zeg maar, ik ga even vloggen. En vorige keer wilde ik ook gaan filmen daar. En toen heb ik mijn allereerste dubbel backflip gedaan. Alleen, toen was mijn camera opeens vol. Heel raar, maar goed. Daarom ga ik vandaag hem wel aan jullie laten zien. Ik ga vandaag een dubbel back proberen. Dus nu op naar Breda. Het is 1,5 uur rijden. En dan zijn we daar en dan gaan we lekker springen. Maar we zijn, ja, weer aan de late kant. Ik heb het gevoel dat ik dat echt veel te vaak zeg. Maar goed, nu naar Breda. Joe! What the fuck? Kijk hoe mistig het is. Ja, het is echt heel mistig. Ik vind het nu wel heel spannend om te rijden eigenlijk. Gaat het? Nee, ik wil eigenlijk niet verstoppen nu. Kut. Oké, zet maar langs de weg. Ja, oké, we gaan nu langs de weg. Dit kijk. Nee. Kijk hoe mistig het is. Kijk, ik zie die auto voor me ook gewoon niet. Shit meer. Oh, ik ga naar links. Oké. Okay. Nou, doe voorzichtig. Ik weet niet hoe we aankomen in Breda, jongens. Zo. Het gaat niet goed. Het gaat echt niet goed zo. Zo, eventjes een korte tussenstop. Want Ruben en ik hebben allebei heel veel trek. En ik zag dit staan en ik dacht, ja, ik ga even een frappuccino halen. Lang niet meer gedaan. Dus Ruben gaat nu broodjes halen en ik eventjes koffie. En daarna rijden we snel door, want we zijn de late kant. Dat zei ik net ook al. Kijk eens even. Een broodje gezond. Hij heeft een broodje oh, zalm. Oh, lekker jongens. Heerlijk. En een frappuccino caramel. En we gaan nu weer door. Hé, hey, ik heb de jouwe. Oh nee, zijn nou bij Vincent. Hey, lekker bezig, maat. Kijk eens even waar we zijn bij Cross Jumps in Breda. Yes, en kijk eens wie er ook is. Rutje. Hey, beste wensen, maat. Ja, man, beste wensen. Lekker gehad. Kijk, het is normaal gesproken natuurlijk nu dicht vanwege de lockdown en al dat gedoe, helaas. Maar omdat wij Cross Jump helpen, vandaag mogen wij hier lekker springen. Ja, wij supporters een beetje, wij gaan lekker springen. We hebben hier een blokbak en je broer is voor het eerst mee, hè, trouwens. Ja, mijn broer is voor het eerst mee. Uitleg, want hij is natuurlijk voor de eerst. Dan moet je even uitleg krijgen wat je wel en niet mag doen. Maar ik ben heel benieuwd wat hij kan. Toch? Ben jij ook? Ik ben ook benieuwd wat jij kan, dus ga maar. Ik wil van jou een... Begin maar even met een subtiele dubbel front. Oké, een subtiele dubbel front. Ja, dat is goed. Nou, op. Dit is het broertje van Rutger trouwens, doe jij ook eens even. Ja, mooi. Oké, Ruup, anders doe jij ook een... Ja, ik heb de uitleg, nog bezig met de uitleg. Oh, je bent nog bezig met de uitleg, oké, goed. Nee, jij mag nog niet. Zo, maat, moet je weer inkomen. Ja, hè? En we wennen weer, hè. Dit is echt lang geleden, man. Hoppakee. Nou, nu ook een dubbel front dan maar. Ik wil ook wel beginnen. Ja, hè? Toch wel, hè. Hoi, joh, hij is ook snel, hoor. Hij is snel, gast. Bijna te ver naar voren. Nou, bijna een trippeltje. Bijna een trippeltje. Ik vind het gewoon eng. Check. Ik zou het echt niet... Ja, hij kan het wel. Maar mij lijkt het echt... Ik vind het echt naar. En... 1, 2, 3. Ah, zo naar. Maar wel... Naar. Ik vond hem wel mooi. Ja, het is sick, hoor. Drie keer over je hoofd, gast. Een triple. Fantastisch. Een triple. Ja. Prima. Hey. En nou op je rug. Twee uur staan en dan op je rug. Ah, natuurlijk talent. Nou, niet normaal. Nee, dubbelback. Dubbelback. Hierna zijn mensen hier zo. Dat weet ik niet, ik weet dat niet, maar die kunnen zo als we hier het dak aan kunnen tikken. Ja, dat is echt ziek hoor. Doe iets. Ja, hij kan het ook wel hoor. Jeetje. Nice, die is net zo Johnny Fool. Heel sick. Kijk dan, hè? Ja, ik een raar vleetje, hè? Aparte voel, hè? Hele rare, wel echt een hele coole voel. Ja, ik vind het sick. Zoals een plank. Ja, ik weet niet. Het is een beetje... Nee, je doet hem heel mooi. Je doet hem wel mooi, ja, ik vind het ook mooi. Want jij hebt een dubbel backspin. Ja, is goed. Ik heb net lekker pizza op, oh, lekker. Ja, ja. Oh, net ook, ja. Die buitenlanden. Zo. Zelfs iets te ver door, joh. Hey. Zit hij er voor jou ook in de vandaag niet? Ja, misschien wel. Beter wel. Zullen we even zetten? Zullen we even een blokkenbak misschien een keertje doen? Ja, dat kan ik ook. Kijk, op over dubbelback. Doe maar twee achter elkaar anders. Zo. What? Hey, oké. Okay. Back? Die vind ik gewoon altijd zo eng. Omdat het zo echt zo'n mentale... Hé, hey, maar...
één ding, het zag er bij hem echt totaal niet in. Nee. Nou, weet je, ik denk dat jij hem ook kan. Nou. Zullen we zorgen dat hij gewoon vandaag een dubbel back in die bak gaat doen? Nou ja, als hij gewoon één hoger kan, dan... Doe eens even. Ja, heel mooi. Alles behalve duik is goed. Hey Ruup, je moet wel omhoog springen ook. Ja, ik moet even testen wat het werkt, jongen. Ruup, laat jij eens even achteruit zal te zien. Oh, hoe moet ik het ook doen? Dit heeft hij net geleerd, hè? Wow. Zo! Nog een keer, nog kom een op. Keer. Zo. Ja, ja. Nee, dat ging goed. Nee, jammer, beter. Nog één keer, kom op. Ja, staan. Ja, die is beter. Easy. Mooi. Ja, mooi. Hey, maar kan Gio dit ook? Oeh. Ja. Gio komt er trouwens ook zo heen. En ik denk wel dat hij dit kan, hoor. Gio is zo'n... Gio ligt een beetje hetzelfde niveau, denk ik. Of is Gio? Nee, Gio is nog iets lomper. Ja, ik wil zeggen. Gio is nog wel iets. Gio is echt nog wel wat lomper, okay, ja. We gaan het zien. Holy shit, jongens. Nu kom je wel weer te beseffen wat conditie je is. Ja, in die lockdown is echt wel heel veel gechilld. Ja, man. Niks gedaan, maar ja, als je toch aan het sporten bent, denk je, oké, mijn conditie is wel echt achteruit gegaan. Het is echt zo. Ik zijn nu nog eens 10 minuten bezig en ik begin hem al. Wat denk je ervan als wij over weet ik veel maand weer gaan voetballen? Dan wordt het pas echt. Holy shit, ja. Creators FC, als we dan weer gaan voetballen. Mij niet bellen! Mij niet bellen! Voor 10 minuten helemaal klaar. Ziek, hè? Ik ga, zoals beloofd, een dubbele backflip. Eerst daarin doen en dan misschien straks daar in de trampoline. Maar eerst eventjes oefenen in de blokkenbak. Dus, In de bak moet wel lukken. Dat was voor een keer wat prima te doen. Ja, sick hoor, heel sick. Gelijk sterretjes. Ja, het enige waar Vince even op moet letten is dat hij goed weet waar hij is. Want hij gaat sowieso snel genoeg. Alleen het ding is, op trampoline kan je niet zo zacht landen als hier. Je moet iets beter weten waar je bent. Maar wat ook zo is, hier ga je natuurlijk naar achter. Ja, je doet dat niet. Daar zit het denk ik iets minder hard omhoog, af. Omhoog, ja, klopt. Kijk, als je een dubbele backflip doet, dan weet je niet meer waar je bent. Met één backflip dan is het wel goed te doen, want dan denk je van oké, nu moet ik landen. Met een dubbele back heb ik dat totaal niet. Zo. Ik ben buiten adem gek. Maar goed, een dubbele back zoals ik zei is gewoon enger. Je weet niet waar je bent, maar wellicht gaan we hem straks eventjes hierop doen. Ik heb het al een keer gedaan, maar het moet nog een keer kunnen. Ik weet alleen niet waar ze die. Hey, daar is hier. Hey, zoals jullie weten hebben Gio en ik samen oud en nieuw gevierd. Is dat zo? Hoe voel je? Hoe voel je? Heb je zin om te springen, jongen? Nee, maar eigenlijk helemaal niet. Maar ik dacht, ja, weet je. Kom maar gewoon. Nee, gezellig. Gaan ze ook een leuk spelletje doen daar, dus het wordt leuk. Hij kan niet beter. Laat maar zien. Achteruit, Salto. Kijk, Gio zit nu op die heftige. Hey, je merkt het, hè? Hij is moeilijk, hè? Kijk, je moet blij zijn, net een klein kind. Lekker springen, Gio! De backflip wat je net deed? Oké, maar even voor de kijkers, hè? Hij was wel al gefilmd bij die van Rutger, hè? Dus dat het is al ooit. Ja, maar ik wil hem ook een keer zien. Oh jee. Zo! Oh! Oké, we gaan dus nu een spelletje spelen, wat ik vorige keer heel leuk vond. Er hangen overal in deze hal dit soort lampjes. En die krijgen straks een kleur. En als je die aantikt, dan is de kleur weg. En dan moet je naar het volgende lampje. Daar hangt er één. Daar hangt er één. Daar hangt er één. Ja, achterin. Waar is hij niet? En zo. Wat een snelheid, jongen. Waar hou je? Zie je hier achterop? Ja. Daar weer. Ja, achterblok weer. Achterblok weer. Oh! Hij is wel snel, hoor. Ja, ik heb zo'n lekkere pizza van net. Ja, lekkere pizza van net. Oké, ik had er dus 7. De volgende! Ja, ja Gio. Ik had dus 7 lampjes in 30 seconden. Gaat-ie hoor? Daarachter! Kom op jongen! G, hoe vond jij er? Hadden 7. 7. Gio had er ook 7, ik had er ook 7, dus alsnog is het nu gelijk. Achter. Hier. Oh, wacht. Gio had er. Oh, hij gaat snel, daar. Waar? Oh. 6. Ja, we hebben 7. Waar?
Ah! Oh, 9! Ruud, je bent de koploper! Je staat voor, jongen. Oh, dankjewel. Goed gedaan. Volgende kandidaat. Kijk op rennen dan. 8! Hoppa! Dan sta je, dan sta je tweede. Hoppakee. Hey Gio. We doen het niet goed, man. We doen het niet goed. Kijk hem rennen, hé. Wat is die? Daar, daar, daar. 9. Ook 9. Dan sta je er gelijk. Hé, hey, dit is cheaten. Je begint van het midden. Kijk hem op, kijk. Hé, hey, jij schakelt niet zo snel, man. Hier, hoor. Hier, hier, hier. Oh, God. Sorry. Kom maar, Rut. Oh, jawel, jawel. Ja, het is wel harde impact, maar het kan wel. Okay. Vincent, die moet gewoon heel veel explosiviteit van kaart rammen. En dan heeft hij hem. Nice. Nou, hij, maar hij is anders dan eerst. Ja, 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 die deed. Die was sick. Die was goed, ja, hoor. Die was goed. Ja, die was lekker. Je raakt het niet aan. Heel sick. Lekker, man. Was veel verder, man. Nou. Nou. Een hele sick Yes! Wow! Holy shit! Lekker, maat! Wij zijn allemaal challenges aan het doen nu en ik heb net een... Wat is dat? Ja, je wou eigenlijk een Arabian backfull proberen, maar het was een Arabian Arabian. En Arabian is een halve draai naar frontflip, dus eigenlijk een halve full. Oké, okay, nou dat ga ik dan maar nu doen. Het is wel echt heel apart dat hij opeens kan, want best lastig. Huh? Dat was... dat was side! Dit was side? Dat was Arabian side! Nog dat een keer! Ja, maar ik weet niet wat ik aan het doen ben, dat is toch raar ook? Oh nee! Hij is weer saai! Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben kapot, man. Ja, hij is kapot, hè? Oh. We gaan het doen. Twee camera's op mij gericht. Kijk eens, daar staat ook nog een camera. Ho. Ja, nu wordt het serieus. Nu wordt het serieus, ik snap het. Dit was heel raar. Dat was gewoon een backflip. Dit is mijn weg, wacht! Ik snap niet, wacht! Oké, okay. Ruben is hier nu een beetje saltetjes aan het oefenen. Oké. Okay. En hij kan dus nu een achteruit salto met een halve draai. Rup, ja. Laat zien. Kun je het groter worden, man? Ja, maar dat is sowieso. Ja, het zag er wel leuk uit. Ik wil dus heel graag nog een dubbele backflip daar doen. Maar ik ga hem eerst eventjes nog in de bak proberen even het gevoel krijgen en dan ga ik hem daar doen. Ik ga nu een dubbele backflip doen. En dit is echt een mentaal dingetje. Maar ik ga hem voor jullie doen. Ik doe hem voor jullie! Op naar het nieuwe jaar! Gewoon niet gebroken, nee, gebroken neus. Alsjeblieft niet. Oké. Okay. Ik was hier aan het springen en toen ik in de lucht had, dat is nooit goed om te denken, maar ik dacht, ja kut, ik ga hem niet landen. Maar ik land wel gewoon. Holy shit, het is de eerste keer dat ik ooit heb gedaan. Holy moly, 1, 2, staan. Hij staat gewoon. Ik had hem ook al goed door, want ik liet hem op tijd los. Ja, perfect. Holy shit, oh, daar ben ik echt blij mee, man. Heel veel respect. Ja. Eerste keer dubbel backflip geland, op naar 2021. Ja, gewoon, we hebben al nooit eerder geland ook. Nee, vorige keer kwam nee, het neer. Met handjes toch? Met handjes kwam het neer, het viel zo naar achter. Ja, inderdaad. Holy shit, ik ben er zo blij mee. Vorige keer had ik hem ook geprobeerd, maar toen kwam ik niet helemaal goed terecht. Maar nu wel, dus gewoon eerste keer dubbel backflip geland. Ik ben echt blij. Goed, wij zijn nu onderweg naar Gio. Wij hebben echt hartstikke lekker gesprongen en ik ben nu wel echt helemaal kapot. Alleen wij hadden nog niet gegeten en Gio ook nog niet. Dus we zijn nu onderweg naar Gio en dan gaan we even met z'n drieën gezellig een pokeballetje eten.
Heerlijk, heerlijk, fantastisch. Dus we zijn er bijna. Oh, sorry, mag niet hier. Ik eet de laatste tijd heel veel pokebollen, maar ik ben gewoon een beetje verslaafd aan pokebollen, lijkt wel. Het is altijd als we iets gaan bestellen, dan bestel ik pokebol. Maar goed, Mr. Latoy is aangekomen, dus we stappen in en dan gaan we lekker naar binnen. Kijk jongens, we hebben een pokebol. Heerlijk. Een pokebol. Een pokebol. Jongens en meisjes, het is alweer de volgende dag, maar ik ben gisteren vergeten af te sluiten. Ik ben bij Gio blijven slapen, omdat we gingen vandaag iets doen met zijn vader, zijn auto. Maar dan moet je maar in de vlog van Gio kijken. Ik ben echt super blij dat ik die dubbele backflip heb geland. Ik had hem een paar keer teruggezien en ik dacht van, oh ja, ik heb hem wel echt perfect geland. En ik was er echt oprecht heel erg blij mee en nog steeds, want dit was wel echt een truc die ik heel graag al heel lang wilde doen. Dus dat is me gelukt en ik ga voor vandaag de video afsluiten. Dus vond je dit een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later!